Suriname treedt op als gastland tijdens het tweedaagse buitengewoon congres van inheemse vertegenwoordigers. De coördinator van inheemse organisaties van het Amazone stroomgebied, COICA. Deze organisatie biedt het land hiermee een podium aan om de vraagstukken van inheemsen verder uit te dragen. Volgens Ritio Aluma, voorzitter van de organisatie van inheemsen in Suriname, OIS, moet er om de 4 jaar een verkiezing gehouden worden wie of welk land de COICA zal gaan leiden voor de komende jaren. De 4 jaren die zijn al gepasseerd, het is eigenlijk de 5e jaar, maar vanwege COVID is dat eigenlijk verlengd. En de tijd is sinds juni eigenlijk vervallen. En ja, het is tijd dus dat we een nieuwe bestuur eigenlijk uiteindelijk kiezen, dus voor de komende 4 jaren. En wat wordt er allemaal precies besproken binnen de COICA en onder de inheemse volkeren van vooral de Amazone? Nou, laten we beginnen bij de OIS. De OIS is een lid van de COICA. Van de 9 landen eigenlijk. Er zijn 9 Amazone-landen die de COICA vormt. En de OIS is een van ze. We bespreken van alles. Want de OIS die werkt eigenlijk van een dorp naar regionaal, nationaal en internationaal. En we bestaan er sinds 1992. Officieel 94 bestaat de OIS en die komt altijd op voor de rechten van de inheemse. Tijdens dit tweedaags congres zal er ook gesproken worden over de collectieve grondenrechten van de inheemsen en tribale volkeren van Suriname. Het is een van de vele onderwerpen die gesproken worden. Zoals in Suriname, waarom ze ook hebben gekozen voor Suriname is omdat wij geen grondrechten hebben, geen collectieve rechten. Onze ILO-conventie 169 is niet geratificeerd, tenminste gedeeltelijk, maar qua de inheemse en Marons is niet geratificeerd. En noem maar op. Dus al deze dingen, de enige erkenning die we in Suriname hebben, dat is de dag der inheemse, 9 augustus, waarvoor de OIS eigenlijk ook heeft gestreden en uiteindelijk gehad heeft in 2006. En zo willen we ook verder. De COICA heeft een stap genomen, de meerderheid, de 5 landen die hier zijn, die hebben een stap verder genomen om eigenlijk de COICA nu nog open te maken. En natuurlijk een samenwerking met de overheid aangaan. Samenwerking, het is eigenlijk een werken naar dezelfde doelen die we hebben, die we voor het oog hebben, zoals grondrechten in Suriname is de grootste issue in Suriname, onder de inheemse. En ja, daarvoor gaan ze en daarvoor willen ze ook hier zijn. En ze zijn hier om zichzelf te bewijzen. De COICA is het coördinerende orgaan van inheemse organisaties uit 9 Zuid-Amerikaanse landen. Te weten Peru, Guyana, Ecuador, Bolivia, Brazilië, Frans-Guyana, Suriname, Venezuela en Colombia. Suriname wordt tijdens het congres vertegenwoordigd door de OIS. De bestuursverkiezingen worden morgen gehouden.